special van Battlefield 1. En mijn naam is Pieter, mensen! Let's go. Ja, we zouden een special gaan doen. Een potje online. Waarschijnlijk dan met Pieter. We doen Conquest, dus let's go, denk ik. We zitten op Ballroom Blitz. Appa! Goed, oh, we gaan Eddie capture. Gelijk ja. Doorstarten naar daar, jongens. Pieter is de captain. Echt niks om privé-eigendommen. Oh, hi, sukkel. Gast, ja. Oh, hey, die gaan we even pakken, maar ja, die is nog wat gast erop. Ja, dat is onze home dingen. Hey, Lucky. Ik moet wel. Rij maar door. Oh, wat. Die heeft muren nodig. Als je dit kan doen. Wat hebben we hier eigenlijk nu nog geleerd, joh? Oké, dat deed je ook. C is in de. Wow. Oké, wij zijn hier. Want daar zit enemies, kom. Ja, maar ik ga niet in. Oh, er is daar iemand al in, dus. Ja, dat kan wel. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan deze tank? Je kan ook morteren. Schiet al. Je hebt een morter op deze, hè? Kijk al, hier kan ik niet heen. Oh, wacht, die binnenring. Die binnenring is hier niet, die is hier. Hey! Hier zit de bodem zelf. Oké, C is wordt dik getaked. Sentry kit, die gaat iemand ons pakken. Ik bedoel, ik ben daar niet heel geweldig in, dus die laat ik liever een andere over. Ik bedoel, zo ben ik dan wel weer. Ik heb het idee dat er wel enemies aan komen. Kijk, ja, daar wordt deze senior van vandaan gegooid. Hey! Oh, tegen de muur. Oh, wacht. Okay. Ik kwam tegen de muur dat hij zo ging. Die weet wat ik bedoel. Ze zijn gewoon grenades aan het spelen. Chapsco, kom terug! Ja, dus ik zit even in een. Soort van. Ik zit in een ruzie. Ho. Okay. Nou, zoals jullie ook kunnen zien, ik stop met de Bennett natuurlijk. Ik heb het weer uitgelegd, dat is mijn lekkerste online wapen. Met EA staat natuurlijk. Dus zeker weten. Deze gebruik ik. What the fuck? We hebben gewoon merk snipers daar, hè? Waarom heb je een merk? Level 70. 62 van 8. Dat zijn mensen man. Die alleen met merk spelen, zodat ze gewoon kunnen snipen. Oké. Ik zie hier eentje. En ik zie een normale sniper. Oké, die weg. Ik hoor Kevel. Even in de hoek. Kut, hier ga ik Kevel. Ik hoor Kevel. Oh, so gal, you. 80 rocket gun. Ben jij ook dood? Nee, ik lig eventjes. Ik moet recoveren. Oké. Dit was wel mijn vieze. Dit was wel mijn karma. Uit een 80 rocket gun. Dit was wel mijn karma, ouwe. Ja, ik was gewoon, ik lag er even om te gaan regenerate alleen. Heb ik die als ability? Cover, quick regen. Ja, die heb ik, daar staan. Even kijken, met de hoe ga jij? Ik ga 3 om 1 nu. Jij gaat 0 om 2, oké. Dat is iets wat ik normaal altijd heb, want ik ga ook altijd heel goed, maar goed. Ik ga hier op spawn, dan gaan we naar D, we gaan even D pakken. Ik bedoel, dat ligt het meest dicht bij onze home site, zeg maar. Ja. Oké, we hebben iemand die met een artillery truck loopt campen. Kan ik toch die bom even ja, oké. En ik weet waar die zit. Oké, hij is ook gelijk gespot, Peter. Dan ga ik hem even de surprise van zijn leven geven. Oh, in mijn rug. Ja, fuck. Hij heeft ook gewoon een trench gun. Oh, wow, de shotgun. Op zo'n grote map. Ja, daar kan je niet echt tegenop. Dat is kut. Ja, ik kan ook wel snipen, weet je, maar ik weet niet. Ik vind snipen niet echt. Ik kan het wel proberen. Wil dus ik een sniper? Want ik heb het zo lang niet gespeeld. De Carbine. Moet ik hem even customizen?
Dat ik zijn... Ik ga niet meer als Kev opspannen. Ja, dan moet jij kijken. Heavy bomber! Ja, hier, kijk. Dotcirkel. Ik ga gewoon voor deze shellen, jongen. Deze dotcirkel. Jellen met die fucking jellen. Ring. Ring lijkt me beter. Oh mijn god, één wordt zelfs half gepakt. Hey jongens, wat is dit? Ja, prima wapen. Enemy hit. Ah, die mensen gekillt, bro. Mooi. Nice, kill assist. Er is een camera op me ingespand. Wat vert is dit? Oh, Jesus. Loop. Open. Gas erop. Gas even over die dingen, goed zo. Zet er daarin. We have taken objective butter. Cable loots, juist. Ja, ik kan er niet heel veel aan doen. Kijk, dat werkt wel wat hij doet. Nou, gewoon normaal kopje. Hij ligt daar. Kijk. Waar zit jij? Ik ben aan het planen, jongen. Ja, ik zie het, ja. Lucht en grond. We have lost objective water. Okay, nee, ik ga hier liggen. Puur omdat ik sniper ben, anders had ik er wel ingerend. Ja, je bent sniper. Ja, ik ben een sniper. Ik probeer een beetje zoveel mogelijk te doen, alleen ik haat medic, dus ik denk niet dat ik medic ga doen. Maar ze hebben een boomer. Als slot ga ik ook wel doen. Dus. Dit meen je niet, jongen. Dat we een of andere homo te kent daar. Zo, weg jij. Is vraag maar niet zo. Nou, die is van ons. Nee, die bommer is van mij, vriend. Deze pakt. Goed zo. Ja, hey, dat gaan we even mooi we niet pakken doen. Pakken A zelfs van ze, joh. We hebben even aangepakt net. Hij is nu weer terug gecaptured, maar het was eventjes anders. Oh god. Oh, iemand erop op je waarschijnlijk, of niet? Want daar vandaan. Ik deed hier met er nog een gun ligt. Nee, niet. Oké. Okay. Het zal wel een hele mooie plek zijn trouwens. Ik moet echt wel doen. Oké. Okay. Kill die gast AUB. Top. Goed, dat heb ik weer. Oh god, dat is een goede grenade. Ik was nooit zo blij dat iemand met mijn artillerie drukt. Pak alsjeblieft niet die AA gun. Ik ben de flagmaster hier. Dat ding behoort aan mij toe en aan niemand anders. Dat ding is van mij, bitches. Smoke grenade, ik zit midden in de smoke, dat is handig. Ik zit echt tegen de rand namelijk nu. Hier komen ze eruit. Ik denk dat ze er ook uitkomen zo. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nee, ik kan er gewoon tussen inderdaad. Gasmasker op. Ik weet niet of dat heel verstandig is, kan je alleen niet mikken. Oeh, fuck. Dat is niet zo anders. Die gaat... Ik ga tegenwerken. Het zou niet heel erg makkelijk gaan. Met alleen maar sniperklas. Nee, en ik, volgens mij word ik... Fuck, kat, ik... Okay. Oh, ja, Russian. Ja, als je stilstaat en je hebt een Russian en je hebt een goede magnification erop. Dus zeg maar dat je heel ver kan inzoomen, ja, dan kan je iemand wel fors door zijn hoofd schieten. Dat is... Maar ik, als ik hier ga spannen, dan kom ik in zijn rug. Ik denk dat ik weer eventjes... Ja. Zo, dit ging net wel prima. Je zegt het, hier is al dood. Oké. Okay. Hoeveel kills heb je, jong? 206. Oké, okay, je hebt al kills, gelukkig. Ja, ik heb al wat kills. We are losing objective death. Fuck. Oké. Verliezen D? Ik sta hier nu letterlijk. In. Hoe? Hoe verliezen we D?
Ja, we pakken Babel. Is dat zijn enemy? Oké, ik zie nog geen planes die inspannen. Dat doe ik deel ook in. Maar... Dus ik blijf je gewoon de hele tijd wel even wachten. Ga je er van de zijkant lopen? Hier was die wat was hier die shooting guy toen? Ilya Morens! Hey, we zijn C aan het pakken, nice! Haha, kill voor mij. Losse. Niet achter me op. Ja. Ja, of je hebt een rocket gun, man. Oh, het is weer dezelfde volgens mij, maar hij doet het wel goed op zich. Want ik bedoel, hij ligt wel gewoon op een goed plekje. Kijk, ik ga niet zeggen van hij ligt te camp, want ik bedoel, als ik even moet regenen, dan ga ik ook eventjes ergens liggen of zo. En dan ga ik ook gewoon eventjes, ik bedoel die ene kill, voordat ik een eerste, mijn eerste death had, dat was ook gewoon één tering smerige campkill. Best wel triest eigenlijk als je zo'n kill moet maken, maar oké. Oké. Hij mag wel dood hoor. Lucky, kun je even alle vliegtuigen voor me spotten? Pik, ik ben dood. Ai. Ze zijn veel sterker, ik zou gewoon eens even lekker niet gaan vliegen. Nee, ik ben ook niet aan het vliegen, ik ben aan het vlekken. Maar, kan ik op je spawnen? Bomber! Zit een keer met Pieter. Dat is ook wel chill, hè. Die is voor mij! Aha! Boom, bitch. Kan ik op je spawnen? Ja, je kan op mij spawnen, hoor. Nee, dat kan ik niet. Oké, apart. Waar zit je, ongeveer? Ik zit bij E. Oké, we hebben Campbell. Ik ben nu op weg naar D, jij ook? Ik zie je. Ik ben achter je, vriend. Ik word gerokkenpunt. Of we zie die vlek. Dat ben ik. Ja, maar ik moet even kijken dat ik niet genukt word. Oh, assault! Ja, ik ga wel even terug. Kun je niet zien. Spotten van planes. Daar zit je. Oh my. Huh? Is dat niet de oude ben jij? Wow. Ik zag je naam. Ik dacht er staat een enemy naast je. Bam bitch. Heb je hem? Ik heb hem. Lekker man. Ik heb de plane. Hé, hey, we hebben een tank. Oké, daar komt de Markie aan. Daar wil ik in. Dan kan ik gewoon met hem meerijden. Doe maar. Nou, kom ook mee dan. We pakken deze auto gewoon weer terug. Top. Nice, je zit erin. Tuurlijk zit ik erin. Wow. Hey, dat is er eentje van ons. Shit. X. Ja. Veel beter, machine gun. Dat is een bomber. Reis door, Pikkerman. We got it. Vehicle disabled. Bij D, jongens, kom op. Die moeten wel even... Ja, dat is kutlijk. Ik kan nu niet count as kill! Oh! Je hebt daar een medic. Ja, ik wil hem wel pakken, maar... Ha! Kill. Ja, heb je die medic? Ja, ik heb hem. Goed zo. Ja, ik had die medic. Ja, ik had een zwaar. Oké, ze hebben D. Fucking hell. Ze zijn een beetje zwaar, fucked. Hij is... Eén punt alleen wel, als ik er nu uitren, dan ben ik echt dood. Maar ik ga het gewoon doen. Oh! Ja. Er ligt er! Er ligt letterlijk een mannetje naast hem. Oh mijn god. Wauw. Ik moet echt weer even kills gaan pakken, jongens. Ik ga 7-6. Zo, op dat is B goed. Wordt gecaptured. Ik zou er even op kunnen spannen. Ik denk dat het hit, jongen. Er spannen geen planes meer in. Ah, ik had het kunnen weten. Ik had het echt kunnen weten. Hij heeft nog 91 HP. Ja. Ik ga niet echt. Ik ging lekker. Ik ga niet meer lekker. Hé, hey, maar we moeten even met z'n tweeën gaan, nou. Deze man zit in de tank, als het goed is. Gaat deze man rijden of? Wow, nee. Ik zit op de goede plek nu, maar deze man moet even gaan rijden. Drive, man, kom op. Oké, ik zit nog op mijn plek, dus. Goed zo, rijden.
Elk vliegtuig wat zich waagt, wordt neergehaald. Alles wat ik meer mij wacht, wordt neergehaald. Oké, gaan we wachten. Oh, fuck, we zijn niet kwijt daar. Oké, deze man die gaat die skip D gewoon terwijl hij op zijn route ligt. Kom op, goed zo. Ilia More! Smiley. Bijna! Oeh, jongens, daar kunnen we blij van zijn. Ik ga hier niet zitten, hier ga ik echt dood. Er komt een plane. Goed gezegd. Nou, ik had boeit er niet van. Bam, bitch! Zit je bij D nu? Ja, ik zit nu bij E zelfs. Dus je weet hoe hachelijk mijn situatie nu is als D gepakt wordt. Ik kan je wel helpen, maar E is hartstikke. Zit gewoon echt snor, dus ik zal gewoon lekker naar D gaan. Oké, ze pakken C nu. Holy fuck, man! Nu winnen we het zeker. Je mag wel. What the fuck, jongen? Ja, ik schoot die ook gewoon niet dood. Ah, we gaan trainen naar E. Ze gaan E pakken. Ja, no shit. Ik ga wel, ik join wel. Ik span in de behemoth. Span ik weer zo ver. Ik ga span ook in de behemoth. Nu kan het nog. Is dat de gigantische... Ja, oké, ik wil het zeggen. Is dat de gigantische airship? Je hebt Dreadnought, behemoth. Dus ik heb er genoeg. Oké, okay, we krijgen echt vlek aan alle kanten, jongen. Okay, waar is die? Oké, okay, hier is de level. Ik zit nu in de spijn in de center van E. Die behemoth, die... Kunnen ze wel spawnen op de behemoth, jongen. Misschien wel leuk. Als er de ruimte is. Maar ik wil zeker weten dat hier geen enemy zit. Zitten. Want geloof me, die zitten hier echt nog wel. We have taken objective butter. Het ziet er niet goed uit, jongens, volgens die... Oh god, rot op, ik wil niet gekeeld worden. Geen zin in. Hou. Kijk, zit hier iemand? Oh mijn god, ik dacht net al iemand te zien. Ja. Het is weer die Russian Sniper guy. Desplane is al gekeild, jongen. 6. Yo, bitch. Ah, weet je wat, jongens, we gaan ook gewoon snipen. En we gaan ook begonnen met de Russian Sniper. Met de magnification veranderen misschien. Op 10 keer, nou 8 keer is genoeg, denk ik. Crossfire tickle is goed. Barrel, ja, zeker weten. Altijd. Kunnen we op de dreadnought? Juist hem, jongens! Oké. Okay. Ja, vaak is er geen ruimte voor, namelijk. Nice. Oké, okay, nu kunnen we echt heel veel doen. Als jij mensen ziet, ouwe, ik weet niet waar jij zit, maar waar vliegen we eigenlijk boven? Ik zit in de behemoth. Ik ook. Is het nummer 4? Ja, inderdaad, ik zie het. Ja. Oké, okay, zie jouw planes? Zeg mij. Ik zit op een machine gun, dus het is heel kut. Ah, kut, we hebben fog of war. Fuck. Is friendly. Krijg een mist, jongen. Zie je wel iets anders van de BMW zelf. Oké, bij Butter zit een AV7. Kijk of je die kan shellen, jongen. Oké. Ja, dan moet hij wel even goed gaan. Toen hij nu gaat, dat is niet best. Ja, hij gaat nu naar C. Wat bom is. Oh ja, iemand heeft iemand die flag team heeft ons gezien. Ja, ik zie helemaal niks aan deze kant. En ik kan. Oeh, position change. Achterin. Nice. Lekkere plek. Hier zat Pieter net volgens mij. Ja, hier zat Pieter net. Lekker weapon. Oké, okay, nice, Kevin. Oké, okay, bij C zit een AA gun, dat weet ik. Die loop ik nu vol te shellen. Huh. Daag. Wij krijgen daar een AA vandaan. Ik moet even in de rug kijken, alleen ik zie helemaal niks meer. Gaan we toch aan deze plek. Ik kan ook even kijken bij A, of ik dat gewoon even een beetje kan... Ik
Holy shit, je echt punten door de capture. Kill! De enemy? Ik weet het niet. Misschien wel. Op me af. Oké, okay, pak die EA gun, vriend. Pak dit die EA gun. Ja, ik zag niet dat die. Oké, nu zit ik. Ja, ik heb die EA gun gepakt, die, dat was ik. Maar puur omdat ik die schoot eraf vandaan is gekomen. Ik wist niet, ik kon hem niet echt zien ofzo. Oké, okay, hey, servant squatters, die hebben we bijna. We have lost objective. Holy, holy, fuck jongen. 4 HP eraf. Oké, okay, worden we vandaag gehuurd. Daar is een EA gun. Meegegaan, dat is ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, er is een AI truck. Nou, ja, zeg maar op mij een spot geschoten, jongens. De beamot zelf is niet kapot. Hij heeft een spot geschoten. Ik kan er wel heen. Op zich. Even de andere loadout hebben. Ja, ik ga er voorbij. Ik span op heen, dan pak ik die AI truck. Nee, maar het is wel. Nu vol. Ik snap je, dus het best wel kloten om dan te gaan snipen. Ik ga wel gewoon weer met de. Oh, ik ben medic. Dat is niet de bedoeling. Ah, ja, fuck it. Ja, dat is kut wapen. We have lost objective Edward. Ik hoor wel een paard achter me, maar is die wel van ons? Hij is zo'n Edward kwijt, fuck. Wow, hoeveel HP heeft die? 12 HP, wat een man. Oh shit, wow. shit. Had ik mijn Bennett, had hij waarschijnlijk wel dood geweest. We gaan weer even op de ding spannen, puur gewoon omdat we... Ja, gewoon puur voor jullie. Ja, twee wapens zijn nog niet meer eens te... Die zit eronder ook. Lacra Point. Maar ik zou me achtervragen, waar zitten die? Ja. Ah, fuck die was mis. Er zit een EA-gun op ons schieten. Ik zie er wel iets van... Oké. Okay. Je moet inderdaad even wegvliegen als je... Weet je waar die AI vandaan komt allemaal? Nee. Oh, fuck. Of... Ja, ik zie hem al. Oh, nu ben ik captain, dat wil ik niet. We hebben nu geen captain. Oh, rip. Ben jij captain? Ja, hè? Ja, ik ben nu de captain. Nice. Kapitein, verlaat het schip. Als eerst, vriend. Oké. Okay. Als laatst, hè? Ciao. Altijd als laatst. Ja. Wij gaan... Wow, fuck! Artillery truck heeft gewoon dat ding neergehaald, of niet? Ja hoor, ongelooflijk. Ja, ahahaha. Het scheelde bijna of ik had een Clyde Blackburn uitgehaald, jongen. Want anders heeft het wel gelukt, hè. Wow. Geniaal. We gaan even weer naar deze man toe. Zet er eentje op de pokering. Doe Clyde Blackburn, weet je. Nee. Wow, jongens. Ik zie dat ding vanaf hier neerstorten. Ja, ik sta ernaast al wat. Oh, kut. Charge hoor ik. Ik zie een enemy. Wow, fuck. Ik zag een enemy. Wow, wow. Fuck it, ik knife hem. Oh, ah, bitch. Zo, dat had wel nodig moeite jongens om die ene chap te killen. Maar we hadden net tank tegen tank. Jongen. Oh. Ik heb even mijn ons tank gespoord. Nice. Oh. Oh, ja, laat mij de deur. Oh, die truck. Geen zin in. Oké. Okay. Zo. Zit erin, deel maar. We are losing objective down. Oh nee, zo leek het. We kunnen een MG pakken. Oké, Lucky, we hebben E weer veroverd. Nice, ik ben weer C nu. Half. Ik kan erheen lopen. Ik zit weer op mijn eigen Lucky. Oh, rip. Precies dat met punten wel heen. Ik zie dat fighters. Dus span fighters in nu. Oké, okay, 13 om 13. Is niet best. De enemy is echt heel veel nu. We have taken objective butter. Ja, maar we gingen het sowieso niet winnen. Dat zag je op zich een beetje aan het begin. Ja, ik nee, niet echt. Maar
Oké, de enemy is zo. Als je al een Benemot nodig hebt. Ja, we hebben één. Dus je achterstaat bij de 500 punten, maar... We hebben even niets. Eén voor ons. Vaak heb je dan... Nou, fuck. Verloren als je op de helft achterstaat. Ga er gewoon in. Ga er gewoon en anders is het verschil zo klein dat als je dan nog een Benemot hebt, dat je dan gewoon... Oh, domme. Dat je dan gewoon... gewoon goed zit. Holy fuck, die guy is dood, gelukkig. Ja. Ik ga negatief, jongens. 13 of 14. Ja, Pieter gaat Pieter zich hoog met zijn punten. 8 of 10 gaat hij. Oké, die gaat zo weer een ronde maken. Fuck! Ik wil op zijn kop mikken. Oké, ze hebben een bom erin gespant, Lucky. Ze hebben een bom erin gespant. Oh, oh, oh. Ik wil nog zeggen, ik zag een medic aankomen. Hierachter zit er waarschijnlijk wel een. Nee, niet. We kunnen niet spotten, dat is naar natuurlijk. Oh god, die tering tank die houdt de ingang bezet. Die kunnen wij gewoon geschoten worden. Moet hij wel begrijpen dat het niet echt handig is. Oké, okay, we gaan naar binnen, we gaan naar binnen. Appa, wing come on, come on, no, ik ga hartstikke dood. Oh mijn god, iemand bij de poort. Wauw. Oh mijn god, ik wou net weggaan. Toen... Die rifle grenades zijn gevaarlijk. Thanks, thanks. Goeie teammates hier dan. Nou mij wat. Oeh, ik heb hem wel dood gelukkig. Medic? Okay. Oh, deze guy die gaat fucking goed in zijn revives nu. Het is zo druk hier natuurlijk. Oh, fuck jongen. Oh, wat ben ik blij dat ik daar niet stond. Ja, jammer. Amiens. Natuurlijk. Nee, Argon, niet Amiens. Liever Argon dan Amiens, gast. Ja, nee, ik niet. Amiens. Ik heb liever Amiens. Ah, en dan zou ik nu voor Argon gaan, maar dat was nog Amiens. Ah. Amiens is kut. Dus, maar we gaan het Amiens doen in deel 2. Volgende week komt het tweede deel van de special online. En graag tot dan. Ja. Ik kan echt niet wachten, vriend. Ik heb echt niet wachten. Nee hoor, dat is gewoon het volgende potje. Alleen we doen het dan wel gewoon over 2 weken. Misschien is dat wel leuk, want dan kunnen we 2 potjes doen. Maar ik weet niet. Hij kan maximaal een uur filmen, zeg maar. En ik weet niet of we dan in 1 voor dat potje dan gaan halen. Ik weet het dus niet. Dus dat wil ik niet echt lopen. Dus ik doe het wel gewoon 2 weken. Graag tot volgende week, guys. Laters.